Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hoi, mijn naam is Carina en ik geef op de Evenweken op zaterdagochtend de Inner Peace Journey bij de Bewustzijnsschool. Een hele fijne, mooie les waarin ik jou weer laat connecten met je innerlijke stem, je innerlijke wijsheid, door te voelen en te zijn en vervolgens echt te connecten met jezelf en met anderen vanuit die innerlijke rust die je in jezelf kunt ervaren. Daarnaast coach ik ook anderen om echt weer te connecten met hun inner voice, hun inner teacher, waar we vaak van afgesneden zijn. En in deze podcast wil ik je daar iets over, meer over vertellen. Wat er vaak gebeurt is dat we onszelf eigenlijk tegenzitten in het leven. Dat we dingen doen die we niet willen doen. Dat er problemen in ons leven komen. En dat we als een gek, als een kip zonder kop, maar blijven rondrennen en maar doorgaan. Waardoor we uiteindelijk opgebrand raken of depressief, of in ieder geval afgesloten van onszelf. En de vraag is eigenlijk, waarom doen we dat? Waarom doen we deze dingen? Waarom maken we deze beslissingen? Waarom tonen we gedrag dat niet goed voor ons is? Waar we onszelf niet mee helpen? Maar waarom doen we dat dan toch? Dat is natuurlijk een hele interessante vraag. En het antwoord daarop is dat voortkomt uit de conditioneringen die we als kind meekrijgen. Wat je namelijk te horen krijgt als kind, en zeker in de eerste 3 jaren van je leven, dat zijn dingen die je gaat geloven. Dus die ga je internaliseren in jezelf. Dat zijn dingen die je voor waar aanneemt. Van je ouders, van anderen om je heen. Iets wat natuurlijk super logisch is als jij een klein kind bent, want je bent volkomen afhankelijk van de mensen die je opvoeden, van je ouders, van mensen op de crèche, school, you name it. Dus heel logisch dat je al die dingen overneemt en gaat geloven. En de dingen die, die als kind tegen je worden gezegd, dat worden uiteindelijk ook overtuigingen die je over jezelf hebt. En continu worden die groter en worden dat er meer. En hoe vaker je dingen te horen krijgt of tegen jezelf zegt internal, hoe meer je het gaat geloven. En hoe meer je het gaat geloven, hoe meer je er ook naar gaat handelen. En hoe meer het ook gaat voelen als de waarheid. Als jij bijvoorbeeld als kind te horen krijgt, alles is altijd jouw schuld, dan ga je denken, oh, oké, het ligt aan mij. Ik doe het verkeerd, je gaat je aanpassen en je gaat jezelf eigenlijk conditioneren om op een bepaalde manier te leven. Omdat je dan wel goed genoeg bent en geaccepteerd wordt door de mensen om je heen. Dus je gaat bepaalde conditioneringen aanleren. En soms zijn die conditioneringen natuurlijk heel erg handig en heel erg bruikbaar en heel erg goed voor je. Alleen ook heel vaak niet. En dat is wat er dus gebeurt als je uiteindelijk volwassen bent en je gaat die overtuigingen over jezelf die niet de waarheid zijn, die je niet meer dienen op dit moment, als je daar nog naar blijft leven, dan gaat het voor problemen zorgen. Dus wat je eigenlijk wil, is weer terug kunnen keren naar die innerlijke stem. Naar de stem die jou wel dient. Naar de stem die fluistert en niet het geschreeuw van je ego. Want je ego die schreeuwt namelijk heel vaak. En je ego is je beschermingsmechanisme. En als ik het woord ego gebruik, dan heb ik het niet over egoïstisch of egoïsme. Maar dan heb ik het echt over jouw beschermingsmechanisme, jouw oerinstinct. Degene die ervoor zorgt dat jij wil overleven. Je overlevingsdrang. Die dus helemaal niet per se slecht is, maar die je wel beperkt in
in je mogelijkheden en in het leven te leiden wat je te leiden hebt. Dus het is ook heel interessant om te kijken van, hey, wat doet mijn ego en is dit beschermingsmechanisme nog nodig? Het beschermingsmechanisme dat je dus als kind leert door de conditioneringen die je hebt ontwikkeld. En als je gedrag vertoont dat een beetje gaat wringen, waarbij je merkt, hey, hier word ik niet gelukkig van, ik word hier niet blij van, dit helpt mij niet. Maar je merkt toch dat je het heel erg lastig vindt om eruit te komen. En het blijft zich ook herhalen, het worden echt patronen. En je wordt hier ook bewust van. Dan is het ook interessant om eens te gaan onderzoeken, hey, waar komt dit vandaan? Wat zorgt ervoor dat ik dit gedrag vertoon? Nou, en ik ben van mening dat gedrag wordt vertoond door, of wordt beïnvloed door je emoties en je gedachtes. En dat de kracht van je gedachtes is heel erg groot. En wat je namelijk over jezelf denkt, en dat wordt veelal dus beïnvloed door de conditioneringen en de overtuigingen die je als kind hebt meegekregen en die je al je hele leven bij je draagt. Dat beïnvloedt namelijk hoe je in het leven staat en hoe jij handelt. En hoe je met andere mensen omgaat. Als je namelijk over jezelf gelooft dat je niet mooi bent of niet knap genoeg bent of niet leuk genoeg of niet aardig genoeg. Wat er dan gebeurt is dat je daar ook naar gaat handelen. En dat je ego, je beschermingsmechanisme, daar zich in allerlei bochten gaat wringen om ervoor te zorgen dat je dat alsnog krijgt. Als je als kind te horen hebt gekregen dat je alleen maar lief bent of dat je, of je bent geconditioneerd dat je complimentjes krijgt door dat je veel hebt gedaan of dat je goede cijfers hebt gehaald op school of dat je lief bent geweest of je op een bepaalde manier hebt gedragen, dan wordt dat de conditionering. En dan wordt dat het overlevingsmechanisme vanuit je ego en je bescherming. Dus dan wordt dat het patroon dat zich in jouw leven gaat gedragen. Wat er bijvoorbeeld dan dus kan gebeuren, is dat jij onbewust gelooft dat je alleen maar liefde of acceptatie of complimentjes waard bent als jij iets hebt gepresteerd. Als jij hele hoge cijfers haalt. Als jij nog meer je best doet. En enkel en alleen als je dat doet. En dus niet als jij dat niet presteert. En als je dat dus niet presteert, als je een keertje niet die cijfers haalt of als je een keer niet het gewenste resultaat hebt behaald, dan komt je ego en je inner critic even langs. En je inner critic is echt, ja, eentje die iedereen in zijn hoofd heeft zitten en een stem die over het algemeen niet echt aardig is en een hele kritische stem is over jezelf. En misschien kun je voor jezelf bedenken wie je in jezelf, in je hoofd hoort als je die stem hoort. En vaak is het een ouder of een leraar of een belangrijk persoon in je leven die vaak kritiek op jou uitte. En als iemand vaak kritiek op je uitte, welke stem was dat dan? En kijk of je dat voor jezelf kunt horen. En meestal is het een van die stemmen. En die stem is vaak niet heel aardig. En die stem die schreeuwt. Die stem is vol met kritiek. Vol met afkeer. Soms zelfs haat. En ontzettend onaardig. En als we die stem geloven, dan gaan we, en dat gaan internaliseren, dan gaan we daar ook naar handelen. En zolang we dus geloven dat we het niet waard zijn om van te houden, of niet waard zijn om liefde te ontvangen, als we niet bepaald gedrag vertonen, dan voelen we onszelf dus niet goed genoeg. Terwijl in essentie zijn we allemaal al goed genoeg. Zo word je namelijk geboren. Als je baby bent, ben je perfect. En als je baby bent, dan ben je nog niet geconditioneerd. Je bent gewoon jezelf. Je bent baby, je uit je gevoelens.
Je vraagt om wat je nodig hebt. Je bent gewoon mens. Je bent gewoon gezond. En naarmate je ouder wordt, komen die conditioneringen en overtuigingen die je niet helpen en die je niet dienen. En die beperken je en die belemmeren je. En wat je nu mag gaan doen, is dat echt in te zien. En in te zien dat ze niet de waarheid zijn. En dat jouw ego, namelijk je beschermingsmechanisme, dat die jou niet meer dient. Dat die niet meer nodig is. Dus dat je die mag loslaten. En dat je daar andere gedachten en andere overtuigingen tegenover kan zetten. Wat je namelijk kunt doen is eens kijken van, hey, wat ik nu denk, wat ik nu tegen mezelf zeg, is dat waar? Is dat de waarheid? En vaak als je dat gaat onderzoeken, door het bijvoorbeeld op te schrijven of even te reflecteren of met iemand anders te bespreken, dan kom je er vaak achter dat het helemaal niet waar is. Maar dat het een gedachte is waarvoor je ooit hebt gekozen om te geloven. Wat heel logisch is, want je was een klein kind. Alleen nu ben je volwassen en nu kun je er ook voor kiezen om iets anders te geloven. Om positieve gedachten er tegenover te zetten. En ook om lief tegen jezelf te zijn en met compassie en begrip naar jezelf te kijken. En niet de kritische stem de overhand te laten nemen. Want dat is wat we vaak doen. Hoe groter die kritische stem in je hoofd is, hoe groter de invloed daarvan zal zijn. Hoe meer je iets uit de weg wilt ruimen, hoe meer weerstand dat gaat zorgen. Dus kijk ook hier of je ook daar compassie voor kunt opbrengen. Dat je niet jezelf de schuld gaat geven voor je gedachtes, of de schuld gaat geven voor je handelen. Want het verleden kun je helaas niet veranderen. Wat gebeurd is, is gebeurd. Het enige wat je kunt veranderen en waar je invloed op hebt, is nu. Hoe denk je nu? Welke gedachten heb je nu? Zoals ik eerder aangaf, wil ons ego, ons beschermingsmechanisme, het woord zegt het al, ons beschermen. En het ego handelt dan ook vaak uit angst. Dus gedachten die vanuit je ego komen, dus vanuit die kritische stem, vanuit de schreeuwende innerlijke stem, de overtuiging, die komt vaak vanuit angst. Die is ergens bang voor. En de andere stem die daar tegenover staat, is je innerlijke stem. Your true self. Je innerlijke wijsheid. Your inner teacher. En dat is een stem die komt vanuit liefde. En wat je in het vervolg kunt doen als je gedachten hebt, of als je bepaalde handelingen doet, of als je op het punt staat om iets te doen voor jezelf, of om iets te zeggen. Kijk of je kunt opmerken en bij jezelf kunt afvragen of onderzoeken. Is dit liefde of is dit angst? Ben ik ergens bang voor? Of doe ik dit uit liefde? Wil ik iemand helpen omdat het echt oprecht uit de grond van mijn hart komt om iemand te helpen? Of wil ik diegene helpen omdat ik bang ben dat ik anders niet word geaccepteerd? Wil ik dit nu doen omdat ik er oprecht blij van word? En omdat ik echt energie van krijg en er een lach op mijn gezicht verschijnt. En ik er echt oprecht blij van word? Of doe ik dit omdat ik denk dat ik iets te bewijzen heb? Omdat ik, als ik het niet doe, dat ik dan niet goed genoeg ben. Kijk of je dat bij jezelf kunt opmerken. Angst of liefde? Je beschermingsmechanisme, je automatische patronen, je belemmerende overtuigingen, zelfkritiek en bepaald gedrag dat je vertoont dat je zelf niet helpt en dat anderen ook niet helpen. Dat komt voort uit je ego, uit angst. Acting out of acting in. Het heeft allemaal te maken met angst. Dus als je bij jezelf opmerkt
dat je in deze patronen zit. In je gedachtes, of in wat je zegt, of in wat je doet. Vraag jezelf dan af, waar ben ik bang voor? En kijk of je dat vervolgens met begrip en compassie kunt benaderen. Alsof je tegen je driejarige zelf praat. Je driejarige innerlijke kind. Hoe zou je er tegen praten? Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, dankjewel, ik begrijp je en ik weet dat je me wil beschermen. Alleen is het nu niet meer nodig. Op die manier breng je compassie en begrip aan voor jezelf en voor je innerlijke kind. Zonder kritiek te hebben, zonder boos te worden dat je een gedachte hebt of dat je je op een bepaalde manier hebt gedragen of misschien onaardig bent geweest tegen iemand anders. Of dingen hebt gedaan die je eigenlijk niet wilde doen. Het begint allemaal met compassie en begrip te hebben. En vervolgens vanuit daar te kiezen voor liefde. En jezelf af te vragen, wat zou liefde doen? En hoe vaker je dit oefent, hoe meer het een gewoonte kan worden. Zoals met alles in het leven, een gewoonte wordt pas een gewoonte als je het heel vaak toepast en elke keer weer probeert. En sta jezelf ook toe om fouten te maken. Je hoeft het niet in één keer goed te kunnen doen. Het hoeft niet perfect. Elke stap is er één. En je kunt vandaag beginnen. Hoe vaker je liefdevoller kunt zijn naar jezelf, zachter, milder en met compassie en begrip, hoe meer innerlijke rust je kunt ervaren. En hoe dichter je komt bij je true self, your inner voice, your inner teacher. Die stem die is er namelijk altijd al. En hij fluistert. En soms hoor je hem niet, omdat hij wordt overschaduwd door je ego en door je schreeuwende, kritische, innerlijke stem. Dus wees soms wat vaker stil. Echt in contact te komen met jezelf, met je intuïtie. Door echt te voelen. Te voelen, te onderzoeken en te luisteren. Zonder oordeel, maar met begrip en compassie. En onthoud. Bedenk jezelf in elke situatie weer. Wat zou liefde doen? Wat zou liefde denken? En hoe zou liefde handelen? Ik hoop je snel een keer te zien in mijn les. Wil je met me in contact komen? Neem dan een kijkje op mijn website. En stuur me een e-mail. Of volg me op social media.